Hallo allemaal en welkom bij seizoen 2 van En Dan. Ik heb enorm leuk nieuws om het seizoen mee af te trappen. Namelijk, we worden gesponsord door Emma Sleep. En het is een hele goede match denk ik, omdat slaap zo'n essentieel deel is van je mentale gesteldheid. Met de code Dan krijg je 10% korting op je bestelling. Manon deed in 2022 mee aan het programma F-Boy Island. Na een heftige periode achter de rug te hebben met veel mentale struggles en onzekerheden, waarna haar vader ook nog eens overleed, besloot ze mee te doen aan dit experimentele liefdesprogramma. Samen met twee andere dames moest ze uit twintig mannen tien F-boys proberen te herkennen. Als de dames met een nice guy eindigden, zouden ze per persoon 50.000 euro eerlijk verdelen met z'n tweeën. Maar lukte het de F-boy om hun hart te veroveren, dan kon hij er met de buis van doorgaan. Manon ging uiteindelijk met 25.000 euro en een nieuwe vlam naar huis. Maar toch werd haar vertrouwen weer beschaamd en haar hart weer gebroken. Hoe ze dit alles heeft ervaren, welke lessen ze over zichzelf heeft geleerd en welke over mannen, en hoe het nu met haar gaat, vertelt ze in deze aflevering van En dan. De spotlights doven. De camera's stoppen met draaien. En dan. Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van En Dan, de serie waar ik samen met andere uitkandidaten ga spreken over de mentale nasleep van participeren in Reality TV. Ik kan vol trots zeggen dat dit seizoen wordt gesponsord door Emma Sleep. Laten we nu gelijk doorgaan naar het interview, want naast mij zit Manon. Hallo, Hallo. Hallo. jij hebt meegedaan aan F-boy Island, een nieuw programma. Ja. Um, en dat was redelijk recent, dus ik ben heel erg benieuwd. Jij is eigenlijk mede in die mentale nasleep nog, waar we het natuurlijk hier gaan, over gaan hebben. Dus um, ik ben heel blij dat je kon komen. Dankjewel voor de uitnodiging. Ik voel me vereerd. Ach, ik ben heel erg benieuwd. Oh, ik ben heel erg benieuwd naar hoe jij alles hebt ervaren. En um, we beginnen met jouw persfoto. Voor de mensen die luisteren en niet kijken, uh, we zullen alle foto's even bespreken, uitleggen wat we zien. Dus we zien jou hier in een tropisch ja. paradijs. Ja, aan het zwembad van onze villa was dat. Wat vind jij van je persfoto? Ik vind hem steeds mooier worden in het begin. Vond ik hem echt heel lelijk. Uh, dat komt denk ik omdat ik de verhouding een beetje raar vond. Ik zag geen borsten en een buik. En dan ja, heel veel mensen zullen denken, hij heeft een godsnaam over. Maar dat is wat mij meteen opviel. Mm. Uh, mijn gezicht vind ik op zich wel mooi. Maar ja, we hadden ook nog supermooie foto's op het strand gemaakt. En een mooie paarse bikini. En ik dacht, oh dat wordt hem. Maar we mochten ook niet meekijken verder met wat er gekozen werd. Dus uh, ja, ik vond het wel jammer dat deze gekozen was. Want ik had die andere ook gezien. Ja... Prima, maar ik heb hem niet op mijn socials gezet. Andere twee meiden wel. Ik vind deze, ik vind hem echt, echt heel erg mooi. Ja. ja wat ik, vind je er mooi aan? Dan? Ik vind hem. Je bent echt een engeltje. <laughs> ja, echt, zo prachtig en heel puur, <laughs> heel natuurlijk. Echt. En misschien wel anders dan normaal. Normaal heb je met persfoto's misschien wat meer muur of zo. Of ja, ook. Maar ik vind gewoon jou heel erg gewoon Riep. prachtig. Die kleur staat je mooi van die jurk, de lichtblauwe jurk. Posen is mooi. En ja, je kijkt natuurlijk anders hier, zelf anders naar jezelf. Altijd. Want ik zie totaal niet wat jij nu nee. beschrijft. Ja. Deze jurk die had ik ook altijd aan met, uh, met quotes. Dus die mm. heb ik echt elke dag aan moeten hebben. Op een gegeven moment stond die ook enorm. <laughs> Na een maand daar gezeten oh. te hebben. Ja. Dus dat ding elke dag aan. Opnieuw. En het is bloedheet natuurlijk. Ja, het was gewoon 30, 40 graden daar. Oh my god. Dominicaanse. Ja. Dan gaan we even helemaal terug in de tijd. Spannend. Ben benieuwd wat je hebt. Ah, ja, papa. dit is een foto van jou als kind. Ja. Kun je me meenemen naar jouw jeugd? Hoe was jouw jeugd? Ik had een hele fijne, warme jeugd. Ik ben een enigste kind. Ik uh, heb de eerste paar jaar op een camping gewoond. Dat is ook wel interessant. Oh. Uh, mijn vader had namelijk een camping en ze hadden nog, uh, nog niet een normaal groot huis. Dus we hebben in een caravan gele geleefd. Uh, op een paar vierkante meter, samen met mijn moeder... En uh, hier zie je mij met mijn vader. Ja, hoe oud was ik toen? Ik denk dat ik twee was en mijn knuffel die ik altijd bij me had. Po. Mm -hmm. um, nee, ik had een hele fijne jeugd. Ik was heel erg uh, verlegen. Uh, mijn ouders hoefden mij zo te doen. En ik was binnen een meter was ik, konden ze mij grijpen. Uh, en ik had echt, papa was echt een papa's kindje. Mijn vader deed alles met me. mijn moeder die had reuma, dus die zat ook heel veel thuis. Oh. Um, ja, eigenlijk een hele fijne, warme waar mijn jeugd als je echt kijkt naar, uh, naar de basisschool zeg maar ja. ja en toen werd je wat ouder toen ging je naar de middelbare school ja hoe was dat voor je ja op een gegeven moment was ik zestien ik zat eerst op gymnasium was ik afgestroomd naar VWO toen naar havo afgestroomd uh, omdat ik op een gegeven moment toen ik zestien was jongens ontdekte make-up uh, uh, ja, leuke kleding uitgaan, stiekem drinken, deed ik natuurlijk, wie niet. Hmm. En toen had ik helemaal geen zin meer in school. En toen heb ik eigenlijk dat allemaal ontdekt. Toen was ook net het moment dat social media een beetje begon en dat ik dat heel interessant begon te vinden. En vanaf toen werd ik wel steeds iets onzekerder. Ik was al verlegen, maar toen werd ik ook onzekerder erbij uh, En ja, dat, dat, dat begon denk ik om mijn zestiende tot. Nee. Ja, de onzekerheid, ja. hoe uitte zich dat? Waar was je onzeker over? Mm, nou ja, echt het social media begon toen uh, heel erg op te spelen... en toen zag ik allemaal mooie meiden. En ik weet nog dat Neke Alley, uh, echt, echt een topvrouw... dat was een van de eerste influencers die ik ging volgen online. Mm -hmm. Ik wou net zo dun zijn als haar, net zo mooi haar hebben als haar. Uh, ik, ik wou alles, alles zijn wat ik niet had, wat ik niet was op dat moment... En toen was ik als eerste, denk ik, heel erg onzeker over mijn, uh, over mijn lichaam. En ik uh, dat, dat, denk dat dat begonnen is door social media, maar ook wel door een bepaald milieu waar ik uitkwam. Mijn familie was altijd heel erg uh, bezig met, met gewicht en uiterlijk. En ja, ik weet nog dat we op een gegeven moment tennis toernooi hadden. We zaten, zaten op tennis toernooi met allemaal familie samen. En, dat, dat ze tegen mijn ouders zeiden van, uh, je moet me nog niet zoveel van die zoete drankjes uh, voeren, want dan wordt ze te dik. Of dat ze in mijn wangen oh. knepen van, uh, je bent nooit je babyvet verloren, hè. Nou, ik weet nog echt, oh, dat oh wat Het stak er echt in bij mij, dat ik echt dacht, oh mijn god, ik ben twaalf of zo. Ja, toen, echt, toen was ik nog echt heel jong. Dat ze toen al van die opmerkingen maakte over mijn uiterlijk, het was gewoon heel erg... Raar... Heel erg daarop gefocust, op je uiterlijk. Ja. Dus dan ga je dat als kind natuurlijk denken van, oké, okay, dat moet ik dus ook doen. Ja, dus het begon echt een, eigenlijk wel voor mijn zestiende, maar toen. Uh, ja, echt van, van, vanuit mijn familie kwam het een beetje. Dat dat, uh, dat dat is ontstaan. En ja, iedereen heeft natuurlijk zijn eigen, eigen milieu en eigen koping ook gehad. Dus ik kan niemand aanwijzen en blamen, maar het is een soort van. van uh, familie, van generatie op generatie zeg maar doorgebracht. Ja, een soort van focus op, hyperfocus op hoe je eruit ziet. Ja, ook als we windsport gingen, dan. Uh, we moesten altijd zelf boterhammen meenemen. We konden nooit een schnitzel op de skiwanden of, of, een, of een patatje of zo eten. Dat kon echt niet. Nee, we moesten echt uh, ons eigen notenbrood en onze eigen appeltjes mee. En dat uh, is oh. echt heel obsessief daarmee bezig. Ja, ja, en dan ga je dat als kind natuurlijk overnemen. Ja. En er komt ook nog onzekerheid bij kijken. Ja, ja. En toen? Toen was ik uh, even denken. Ja, toen op een gegeven moment, toen was ik denk ik 1920, toen ging ik naar Indonesië. En voor een half jaar. En omdat ik zoveel opmerkingen van mijn familie had gekregen en omdat ik zo mooi was aan als de mensen op social media, um, dacht ik, weet je, ik ga nu een half jaar weg naar het buitenland. Mm -hmm. Als ik in dat half jaar de beste versie van mezelf word, de knapste versie van mezelf, de dunste versie van mezelf, en ik kom terug, dan heeft niemand meer iets. Heeft niemand iets, iets meer om, om aan te merken bij mij? Dan, uh, dan ben ik het perfecte kind van de familie. En toen kwam ik inderdaad een half jaar later terug, daar niet uit geweest, niet gedronken. En toen, uh, toen was ik uh, echt heel dun, zo, zo dun, dat het, dat het echt wel een beetje chockerend uh, werd. Maar het raarste is dat ik toen op een gegeven moment op weer was, toen dacht ik. hé, hey, let op. Nu ben ik echt dun. Nu kunnen jullie maar niks meer maken. En toen was ik daar en toen. Binnen vijf minuten hadden vijf mensen iets gezegd over mijn tattoos en dat ik te veel plakblijn zat en dat ik nooit een baan kon vinden als ik te veel tattoos had. Dus de, dat maakt achteraf maakt het helemaal niet uit. Het is altijd wel nee. al iets op aan te merken. Maar je bent dus in Indonesië, ben je toen op reis geweest en toen lag jouw focus zo erg op ik moet dun worden? Mm -hmm. Want ik heb hier een foto uit die tijd volgens mij. Ja. Is het nog niet mijn dunste? Nee. Uh, maar er zijn wel twee andere dingen die opvallen. Twee ja. kanonnen aan de voorkant. En dat zijn mijn borstimplantaten, die je daar ziet. Ik uh, ja. ja, was op een gegeven moment zo dun, uh, dat ik helemaal niks meer over had aan, uh, aan borsten. En ik had wel A en toen had ik AA. En toen dacht ik, ja, nu moet ik het ook afmaken, waar ik mee ben begonnen, en nu moet ik echt perfect worden. Dus dan uh, moeten er ook implantaten in, want dan uh, kan ik misschien ook een model worden, of uh, weet ik veel, dat zat helemaal zo in mijn hoofd. Mm. En uh, toen kwam ik terug uit Indonesië. Toen heb ik borstimplantaten genomen om mijn 21ste. Toen ik helemaal was uitgegroeid. Uh, mijn ouders zagen dat ik daar zo, zo, zo onzeker over was. En nooit het strand op durfde. In bikini. En uh, gewoon, ik, ik durfde gewoon echt helemaal niks. Uh, echt ook tot een huilens toe. Uh, uh, toen hebben mijn ouders meebetaald. Daar, ook daaraan in de hoop dat dat, dat dan mentaal uh, ook beter zou beter gaan. Beter zou gaan. Hè. Ja. Ja, dat zie je hier. Dit was in Mexico. Dit was in Mexico. Ja, ja. En toen had ik ze, denk ik, um, drie maanden, vier maanden. En toen ging het helemaal mis. Oh, dat ja. ik in Mexico was. Ja, toen werd uh, toen ik echt opeens heel ziek. Ik dacht dat ik een of andere parasiet had opgelopen daar, want straateten. Uh, ja, ik kon niks meer verdragen. Ik had een opblaasbuik. Ik kon uh, eten niet normaal binnenhouden, van allebei de kanten niet. En. Uh, uh, ja, je ziet het. Ja, ik zie het dan zelf aan mijn ogen hier. maar Ik zie er gewoon heel moe uit. Ik kijk niet normaal meer uit mijn ogen. Echt van die wazige ogen. En toen bleek dus uh, na anderhalf jaar onderzoeken uh, naar de hartkliniek, naar psycholoog, psychosomatische therapie, um, fitheidstest. Ik heb alles gedaan in die anderhalf jaar. Ik kwam er nog niet achter wat er mis met me was. En toen bleek dus dat ik uh, ziek was geworden van mijn implantaten. Breast implant-illness heet dat in Nederland. Ja. Yeah. Jeetje. Ja, want um, we hebben jou gezien in de documentaire 'Moortieten'. Ja. Klopt, ja. hè? Want daar heb jij daar ook over verteld. Ja, nou ja, ja je hebt dus de documentaire Moordtieten. Uh, en dat was net op een moment dat dat helemaal in het nieuws een, een hype op me even... Nou, het, kreeg, het kreeg de aandacht. Mm -hmm. En toen um, uh, heeft, uh, heeft een onroep mij benaderd of ze mij mochten interviewen. Ja. En ze is bij me thuis geweest hier. Ja. Ik zie, ik zie er hier echt nog een beetje onzeker uit. Heel anders dan nu. Ja, ik. ja je ziet er heel er een anders beetje, uit. Ik zie er een beetje, een beetje dood aan. Een beetje, een beetje zo onwetend of zo. Zoekende yeah. of zo. Ik ja, ik snap wat je bedoelt. Hele andere uitstraling, ik inderdaad. Geen zelfzekerheid. Zie nee. Hier vanaf, nee. Maar laten we nog heel even teruggaan. Want um, die hyperfocus op jouw uiterlijk. Uh, die manifesteerde zich dus eerst in zo dun mogelijk worden. Ja. Um, als ik dat zo hoor, dan zou dat niet op de meest uh, gezonde manier geweest zijn. Nee. Als je dat binnen een half jaar uh, wil doen. Ja. En dan vervolgens dus ook nog borstimplantaten om maar dat perfecte plaatje te krijgen. En daar word je vervolgens ziek van. Ja, dat is echt zuur, ja. Dus ja. Uh, hoe, is dat, hoe is dat verder gegaan? Je hebt ze eruit gehaald, want ik heb je dit ook op TikTok horen vertellen volgens mij. Ja, en dat is niet op een hele gezonde manier gegaan. Het is voor mij echt overmatig sporten geweest. Echt sportverslaafd, dat ik gewoon niet een dag kon overslaan. Toen ging mm. ik ook nog spinninglessen geven en spinning verbrand je heel veel mee. Dus als je dan hetzelfde blijft eten, dan val je wel af. En op een gegeven moment was het ook zo erg dat, dat, dat ik echt aan. De, ja, niemand weet dat voor mij Maar dat ik echt aan de laxeermiddelen ging uh, als je veel had gegeten. Overgeven lukte me gewoon niet. Nou, dat heb je dus wel geprobeerd. Ja, ik heb het wel eens geprobeerd. Jeetje, wat heftig schat. Ja, dat is, uh... ja, ja en dat was ik, dat is ook toen begonnen, dat toen ik dacht van, hey, ik ben nu dun. En dan, en dan is het alsnog niet goed, weet je wel. Dan is er alsnog wel weer iets wat iemand heeft aan te merken online, op TikTok, familie, vrienden. Jezelf. Uiteindelijk is het ook een, al die stemmen, die ga je ook internaliseren. Dus dan denk ik dat je op een gegeven moment ja. jezelf ook van alles aan gaat praten. Ja, ik dacht. Ik, ik, ik was op een gegeven moment zo dun dat ik. Ja, daar heb ik nog geen foto van, maar dat, dat ik ook echt moeders van vriendinnen op de, op de stoep had staan. van Je moet nu echt wel even oppassen, weet je wel. Ik kan echt niet meer naar nou, moeders van vriendinnen. Hoe dan? Ja. Ja, en dan, en dan, dan krijg je ook binge-eating op een gegeven moment. Ik heb alles wel een beetje gehad eigenlijk. Weet je? Dan, ja. Maar ik heb er nooit, nooit echt uh, hulp voor gehad. Externe hulp. Maar hoe heb je dat dan opgelost? Mm. Is het opgelost? Ja, nou, ja, soms heb ik nog wel een moment hoor. Ja, maar uh, het, het is op een gegeven moment, uh, doordat ik ziek werd van mijn implantaten. En die er op een gegeven moment ook uh, uit moesten heb ik heel lang plat op bed moeten liggen, uh, dus ik kon niet meer sporten, kon gewoon niet, uh, waardoor ik wel weer gewicht aankwam gelukkig. En toen ging ik van de ene gezeik in het andere vreselijke, en dat was dat mijn vader ziek werd en hij heeft een spierziekte gehad, ALS. Mm. En dan zie je iemand letterlijk achteruit gaan, je ziet dat iemand niet eens een bananenschil meer kan pellen. Nou, op dat moment ging het bij mij wel iets om dat ik dacht van zo. Ik mag überhaupt dankbaar zijn dat ik gezond ben en dat mijn lichaam mij brengt op plekken die ik wil zien. En uh, dat, het toen functioneert. Dacht ik, uh, wat? dat het functioneert, je lijf. Ja, toen dacht ik, waarom doe ik mijn eigen lijf dit in Godsnaam aan? Waarom ben ik niet dankbaar voor wat ik heb? Terwijl ik mijn vader zo zie lijden en dat we zo voor hem moeten zorgen. Het is het laatste waar ik aan moet denken aan hoe je eruit ziet. Het gaat om iemands energie en hoe je, je voelt. En. Ja, ja wat, je, wat je bij je brengt, wat je met je meedraagt... Ja. in plaats van al die uiterlijke zeiken. Ja. Zo, so, dus dat heb ik bij jou wel even de, de knop omgezet. Ja. Van, uh, ik kijk verkeerd naar mijn lichaam. Mijn beeld ja. van mijn lichaam is verkeerd. Ja. En ik denk ook wel... Sommige dingen gaan nooit helemaal weg. Ook vroeger had ik bijvoorbeeld van die tiks gehad. Heb ik soms natuurlijk heb je nog wel eens een tik of zo, weet je wel. Mm. Dat heb ik ook wel met eetstoornis, dat ik dan... Uh, het soms wel nog heel moeilijk vindt. Of laatst kreeg ik weer een opmerking uh, van iemand. Uh, dat ik echt niet meer aan moest komen dan nu. want dan krijg ik een groot probleem. Ja, ook weer in de familie. Wat? Ja, dat was echt heel raar. Maar goed, toen zat ik dus in de trein terug naar huis. want ik was bij mijn moeder. Toen heb ik meteen ook die uh, My Ball, uh, weer gedownload. en oh, kandidaat nee. geteld. en toegetacht. Oh, wat... gelijk verwijderen weer die hoop. Ja. weg ermee. Ja. Zo ging het, weet je wel. Zo, zo. Oh, dat is echt, het blijft, blijft wel echt iets voor mij. Uh, in het programma ook wel een paar keer dat ik dacht: mmm, nou, uh. nou, op het moment dat je dus. Uh, het is ook heel vaak een controle-dingen. Ja. Um, dus als je in zo'n programma zit, waar we natuurlijk zo opkomen, dan heb je geen controle. Ja. Dus dan grijp je heel vaak terug op iets wat, wat je kent. Waardoor ja. je het gevoel krijgt dat je de dingen weer onder controle hebt. Maar het is heel belangrijk om daar alert op te zijn. Dingen bij jezelf te herkennen. Ja. En uh, jezelf hulp vragen. Want dat hoor ik je dus zeggen, dat je dat eigenlijk niet echt hebt gedaan. Niet daarvoor, nee. Nee. Terwijl het echt wel, echt wel goed is, hoor. Psychologen is net zoals een tanden. Dus je moet gewoon even een check hebben, maar ja. me dan mentaal. Ja. ja. Zie je dat nog zitten of overweeg je dat nog om dat wel te gaan doen? Ja, en dan wel in combinatie met het, met het rouwproces van mijn vader. Daar gewoon een beetje handvaten bij krijgen. Want je vader is overleden? Ja. Ja, die was overleden net uh, voordat ik begon met het programma. En dan komen we ik, zo ook wel op, maar... Drie weken voordat ik het vliegtuig opstapte. Jeetje vrouw. Echt ziek, ja. Wat een verhaal. Ja, echt een ziek verhaal. Afgelopen jaren is echt... Uh... Ja, echt een rollercoaster ja. geweest voor je. Ja, maar daarom zit ik hier nu wel met iets meer zelfzekerheid, iets meer veel meer zelfzekerheid En gewoon, uh... lukte het dag. Ja, het klinkt zo cliché, maar het is wel echt zo, ja. Ja, het heeft echt, denk ik, wat perspectief gegeven. En dat dat helpt dan een hele hoop. Hè? Als je als ik jou dan hoor met uh, welke problemen je dan struggelt, hebt gestruggeld, ja. dit soort dingen, ja, dat brengt het dan toch weer in perspectief. Hoe kun je dan ook? Ja, het is ook inderdaad echt wel heel goed om aan te kaarten dat mensen zo niet, niet bang zijn om hulp te vragen en het met anderen uit te over hebben. Want ik ken, ik ken de helft van mijn vriendinnen heeft hier wel eens last mee, last van gehad. Nou, dat is toch echt wel ziek veel eigenlijk. Ja, het is gewoon echt een probleem. En zeker ja. social media stil, ja, speelt daar een enorme rol in. Ja. Ja. Dus uh, ik denk dat het heel erg uh, helend kan zijn. Dat jij dit nu vertelt ook. Voor jezelf, maar ook voor mensen die kijken, die zich misschien herkennen in je verhaal. Daarom wou ik ook heel graag als een maatje 40, maat L, uh, meedoen aan zo'n realityprogramma. Om te laten zien dat dat ook kan. En dat het niet alleen maar. Uh... Ik merk, afgelopen jaren is dat verbeterd hoor, zeker. Maar mm. ik wou ook mijn steentje daarin bijdragen... en laten zien dat je niet maatje XS hoeft te hebben om mee te doen... Ja. om te te zijn. Bizar ja. dat het überhaupt nog een statement moet zijn... van welk, mm -hmm. welke maat je hebt. Ja. Maar goed, we zitten helaas in die... Uh... En heel fijn dat jij op die manier dan je steentje bijdraagt. Ja. En het is natuurlijk ook helemaal niet hoe ik dan naar jou kijk... van, oh, dat is een meisje met, uh, met een maatje L. Goed dat ze meedoet. Ik denk gewoon, oh, wat een leuk wijf. Ja. Snap je? Maar dat, ik snap wel dat het zo in jouw ja. hoofd, in hoofd zit... Ja. Ja. Want voordat jij aan FBoy Island meedeed, hebben wij jou in twee dingen dus gezien. Onder andere, dus, uh, wat je net vertelde over. Uh, de omroep. De omroep. Ja. Um, en daarnaast ook bij First Dates. <laughs> ja. Hoe was dat? Ik zie er echt niet uit daar. Je, je ziet zei... er echt heel anders uit, moet echt, ik zeggen. Echt. Ik vond het ook wel heel spannend. Ja. 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 En dat was je eerste uh, ding dan met reality TV, denk ik? Ja. Ja, verder deed ik alleen nog dingen op TikTok. Ja, ja een vriendin van mij die werkte toen bij First Days heeft mij benaderd. En dat is dezelfde meisje als die mij benaderd heeft voor F-Boy. Mm. Uh, dus voor mij was de stap gewoon heel klein om, om mee te doen. Um, en uh, dat, ja, het was een hele leuke dag. Je wordt daar echt heel goed uh, uh, begeleid. En uh, ja, het was heel spannend. Maar die camera's zijn wel goed weggewerkt daar. Mm. Uh, dat was mijn eerste stapje. En ik had, ik had nog, toen uh, was een paar maanden uit met mijn ex en dan heb ik... Drieënhalf jaar relatie mee gehad en mee samengewoond. Dus best wel jong al, op 21 ging ik samenwonen. En ik zat altijd met hem op de bank uh, First Dates te kijken. En toen maakte ik al grapjes van... Uh, ik hou zo van de romantiek en alles wat online en op tv. En uh, als ik ooit de kans krijg, haha, dan doe ik mee. En toen dacht ik, oké, okay, ben nu vrijgezel. Let's do it. Let's go. Yeah. En? Oh, ja, het was leuk, maar er is niks uit voort, uh, voortgebloeid, uiteraard. Anders had ik uh, niet mee gaan naar aan F-boy Island. Maar de reality-tv, dat, dat smaakte wel naar meer? Ja, ik vond wel, ik, merkte, ik was heel zenuwachtig, maar ik merkte wel dat ik heel snel gewend was aan de camera's. Dat dus je het ook leuk vond. Het gaat gewoon een knop om. Ja, ik vind het gewoon leuk om, om te kijken: van, kan ik inderdaad echt mezelf zijn op tv? Kan ik echt, uh, ondanks die camera's, gewoon alsof ik met, met een date ergens in Amsterdam zit te daten? Ja. En dat ging wel na een tijdje, wel na, na een shotje, maar... Ja. Of drie. <laughs> dat helpt altijd wel, hè? Stiekem van tevoren. <laughs> ja. ja. <laughs> en toen, jij ja, bent dus naar, um, benaderd voor F-Boy Island. Ja, ik was... Uh, ik woonde nog in het oude huis van, mijn, uh, van mij en mijn ex. Ik heb nog best wel lang gewoond. Mm -hmm. En toen uh, was ik met een andere jongen aan het daten. En uh, een van mij die, de, die voor F-Boy werkte, die kende hem ook. En toen zei ze van, hey, waar is ze? Uh, want ik mijn was mijn verjaardag aan het vieren. Hé, hey, waar is ze? Uh, puntje, puntje, puntje. Ik zeg, nou, dat is toevallig net, uh, net voorbij. Hij had het voor mijn verjaardag, de avond ervoor, had hij het afgekapt. Oh zo oh ik God. zou met hem mijn verjaardag gaan vieren. How Red flag. Ja. Yeah. Maar goed. Um, en toen was hij er niet. Toen zei ze, nou, in dat geval heb ik een heel leuk aanbod voor je. Want ik vond je al wel geschikt hiervoor. We zoeken een, uh, een nuchtere chick. Ik kom zelf uit de Achterhoek. Dus dat zit er ook al misschien een beetje in. Uh, die, uh, die meedoet aan een nieuw programma waarvan ik de naam niet mag noemen. Want ja, ik moet eerst door de casting heen. En ik hoefde geen, geen seconde na te denken. Ik was echt, ik zei ja, oké, okay, let's go. Ze dus keek me aan, weet je het zeker? Ik zeg ja, ga ik het gaan doen. Want hoe omschreef ze het programma naar jou toe? Mm, ze zei het is een uh, reality dating show dat plaatsvindt op een tropisch eiland. Verkocht. Uh, mm -hmm. Ja, toen was ik nog niet verkocht. Toen dacht ik eerst van ja, Ex on the Beach... Super tof uh, als je eraan meedoet, maar het is niks voor mij, dus ik wou niet zo'n type programma hebben. Mm -hmm. Dacht ik, wil niet straks met mijn ex op. <laughs> uit het water? je het ex nee, doe je en toen zei ze: Het is een combinatie tussen Love Island en The Bachelor. En toen dacht ik: Ah, maar dat is leuk. Ja, yeah. ja. Toen uh, The Bachelor vind ik ook heel classy. En ze zo zei: Het is ook classy voor reality, is het classy. Mm -hmm. Toen dacht ik: Oké, okay, maar ik had geen idee. Wat de verhoudingen zouden zijn qua mannen en vrouwen. Wat de machtspositie zou zijn. Kom je zo vast ook nog wel op. Maar oh ja. ik had geen idee waar ik aan uh, begonnen was. Nee. <laughs> F-Boy Island. Oh God, ja, want dat is... Uh, ik, snap, ik snap de vergelijking. Ik heb het gekeken. Ik snap de vergelijking met Love Island Bachelor combinatie. Um, alleen een heel essentieel deel wordt daar dan niet benoemd. Namelijk de F-Boys. Ja. Uh, kun jij even uitleggen aan de mensen die het niet hebben gekeken want het is alleen op HBO, ja. um, wat FBoy Island is. Ja. Eigenlijk is FBoy Island een datingprogramma dat alle clichés van alle afgelopen jaren onder de spotlight zet. Je hebt uh, drie meiden en die gaan daten met uh, uiteindelijk 24 mannen. Twaalf mannen daarvan zijn self-proclaimed FBoys... dus die hebben zichzelf als FBoy ingeschreven. En de helft daarvan is een nice guy. En wij moeten erachter komen... Uh, in het programma, wie wie is en dat weten we van tevoren niet. Dat is uh, het spelleffect, uh, wat mentaal heel veel gezeik met zich meebrengt, kan je voorstellen. En uh, in die end hebben wij de macht wie we kiezen, maar op het moment dat wij kiezen voor een F-boy, dan mag de F-boy bepalen wat er met de hoofdprijs gebeurt. En op het moment dat wij kiezen voor een nice guy, dan zitten we safe. Als ja, vrouw. want er waren dus drie meiden. Ja. Um, ik heb hier een foto van jullie. Uh, ja, de, de persfoto, eigenlijk uh, Saar, Jenemy en jij. Ja, en uh, jullie hadden eigenlijk per, per meisje 50.000 euro, wat dan de hoofdprijs was, wat we konden winnen, uh, ja. en dan um, Dat is veel het, geld het echt Dat heel veel mee. geld. Ja, sorry hoor, nee. ik had nooit een prijs gezien nee. op Nederlandse televisie, Dat is niet um, normaal, nee. dus ja, die F-boys, um, moet ik het goed zeggen? Het is dus zo de helft van het programma. Was eigenlijk bedoeld om jullie te laten uitzoeken welke een F-boy was en welke een nice guy. En daarna moest iedereen zijn ware identiteit onthullen. Ja. En dan uh, konden jullie dus alsnog ervoor kiezen om met een van beiden verder te gaan. Ja. Dus uh, er vielen steeds meer mannen af. Elke en... aflevering vallen de mannen af. Ja. Zo goed en jullie bepalen dat. Dus jullie zitten wel in een soort van machtspositie. Ja. Die jongens moeten jullie van overtuigen dat ze dus jullie aandacht eigenlijk waard zijn. Ja. Uh, en dat ze nice guy zijn. Ik weet precies wat de kijker en luisteraar nu al denkt. Want dat snap ik. Dan, waarschijnlijk is nu de vraag... waarom kiest een vrouw dan niet sowieso voor een nice guy? Als je dit hoort... en je hoort dat 50.000 euro op het, geld op het spel staat... dan denk je... why the fuck ga je niet voor een nice guy? En, uh, maar ja, dan komen de gevoelens ja, in het spel. En gewoon überhaupt waar je opvalt. Dat soort ja. dingen. Um, ja. Want uh, ja... Het is wel grappig <laughs> om even te benoemen dat... Uh, jij had in eerste instantie volgens mij uh, één F-boy en voor, voornamelijk voor de rest nice guys om je heen verzameld. Mm -hmm. uh, Jenemy, uh, dat is ook een vriendin van mij, die ging eigenlijk gelijk voor de F-boy, ja. uh, de meest obvious F-boy ook. Vond ik als Storm, kijker, ja. ja. <laughs> en daar uh, zat een beetje overal nog, een ja. beetje Volgens mij, ja. um, ik had een hele goede nice guy pool. Ik zat eigenlijk safe. Jij zat heel betreft. safe. Ja, ik weet niet. Blijkbaar val ik op Nice Guys, of toch niet, ja. ja. Dus niet. Nee, dus niet. Maar kun je eens vertellen, hoe, um, hoe ging jij dat programma in? Hm. Uh, hoe ging dat programma in? Toen je dus wist ik, wat het concept was. Ja, ik, ik wist wat het concept was. We moesten eerst een week in quarantaine, dus we zaten al helemaal te bespreken van... ...oh, we gaan een boekje behouden, tactiek, tactiek, oh. uh, Maar ik kan... Ik had verwacht van heel eerlijk gezegd van ze kunnen nooit leuke jongens hebben gekast waar ik op kan vallen. Uh, ik eindig toch al met een nice guy en heb ik in ieder geval geld. Dat dacht ik, ja. ja. En toen, uh, toen kwam het meest zenuwslopende moment uit mijn leven. Want de eerste aflevering, het eerste moment dat we de mannen zagen, stonden ze er allemaal op een rijtje. Wij moesten één voor één aankomen lopen. Ik moest als laatste ook nog. Dat is echt vreselijk. Ja. En dan zie je ze daar staan. En toen dacht ik, holy shit, ik zie zoveel knappe koppen. Ik was, ik vond echt wel echt ook totaal geen, geen, geen kamp of zo. Gewoon echt best wel nog wat chicere jongens erbij met eigen bedrijven. Leuke side note, moest minimaal HBO zijn of ze moesten uh, een eigen onderneming hebben. Dus dat is ook al van, oh? van een niveau. Ja, Oh, wat grappig dat dat soort eisen dan worden gesteld. Ja, ja. dat is ook iets nieuws, denk ja, ik. Ja, ja, En Omdat... uh, ja, toen zag ik die jongens staan en toen dacht ik, wauw, oké. Okay. Dit wordt leuk. Toen moesten we bandjes uitdelen aan uh, aan de drie uh, twee jongens die we het knapste vonden, zeg maar. Ja, eerste indruk. Eerste ja. indruk. En die mocht, mochten dan s'avonds met jou op een uh, op een privé date, kleine privé date. Toen had ik mijn bandje gegeven aan uh, Luc. Die zie je op de poster in het midden. Ja. En dat is heel grappig, want Luc ken ik ook. Luuk komt uit Zwolle. Ik ja. kom uit Zwolle. En hij was dan het broertje van een vriendin van mij. Ja. Dus ik zag die post en ik denk, dat is Luc? Ja. Hoe dan? Ja. Want ik ging kijken, omdat Jenny natuurlijk meedeed. En ik dacht, ja. oh, dat moet ik even zien. En toen zag ik opeens onder haar kont, zie ik opeen, ja, Luc opeens staan. En ja. jij ging in eerste instantie ook met Luc. een ja. beetje. Ik kreeg drie bandjes van ja. alle drie de meiden. En toen weet ik nog wat hij de eerste aflevering zei. Toen vroeg Storm aan hem, van wie heeft je voorkeur? Toen wees hij het bandje van Sarah aan. Dat zag ik Thuis pas. Oh, dat heb ik ook gemist hoor. Terwijl hij ja, dat helemaal niet tegen mij heeft gezegd. Hij zei, ik ben meteen voor mijn non, meteen voor mijn non. Ja. Nou ja, misschien toen hij een keer met mij had gesproken. <laughs> uh, nou, nee, ik weet het ook niet. Maar uh, het was natuurlijk niet leuk om te zien. Nee. <laughs> Want hij stond in mijn bijna in mijn finale. Ja. Ja, Luc, die uh, is echt een schatje, knapkop. En uh, die had de uh, luxe positie wat dat betreft. En ja, mijn tweede bandje ging naar pieben Ja, zit helemaal links. Hij ziet hem niet zo goed. Ja, helemaal achterin. Allemaal dat ze er allebei op staan. Ja. Oh. En um, ja, vertel, dat slenuslopende moment heb je dus gehad. En dan beginnen de opnames. Ja. ja. Hoe maar was ja, het? Um, je had één keer in de, in de twee, drie dagen. mocht je met een jongen op een date. En dan mocht je echt uit de villa. Dus we gingen echt wat doen. De eerste date had ik met Piebe, want die trok mij het meest aan. En toen gingen wij uh, nou, gewoon heel leuk uh, op een date. Maar dat was het eerste moment dat, dat er een hele crew met je meeging geluidsman en uh, nou, van alles. Echt, die was met tien mensen of zo... terwijl hij met z'n tweeën aan het daten was. Ja, dat was wel echt heel erg wennen. En we moesten ook apart, zeg maar, naar de date rijden. Dus hij in een apart busje, ik in een apart busje. We mochten niet bij elkaar wachten. We kon, mochten niet, bijna niet eens naar na elkaar knikken. Want alles moest op beeld staan. Dus de eerste, eerste gesprek, eerste indruk... eerste uh, zoen als hij er was. Ja, snap ik. Maar wel, wel heel veel wachten daardoor. Voor een set opbouwen of... Uh, het is Niet zoals Love Island dat er 80 camera's in hun huis hangen, nee. nee, het is echt uh, ja, een productie. Het is echt een productie, echt een film. maar dat echt? is ja, als je dat niet weet van tevoren, dan nee, is uh, nee. ja, ik kan me voorstellen vooral het wachten, dat vond ik ook altijd vreselijk. Bij dat Home je House gewoon, Nets, je? Ja. Ja, ja, nee, het wachten inderdaad, ombouwen en uh, je bent aan de ene kant dus aan het daten met mensen, uh, je bent dingen aan het uitzoeken van kan ik jou vertrouwen of niet. er ja. zit een spel je wil eigenlijk het geld. En je vindt dan ook nog oprecht iemand interessant of meerdere mensen interessant. Ja, ja. En dan ook nog de hele productie eromheen. Besef even dat als je zeg maar, je, ook als je met iemand aan het daten bent in Amsterdam... ...en je hebt een tafeltje naast iemand die, die tien centimeter van je af, af zit en mee kan luisteren... vind je het ook pokken irritant. Dus als je ja. eerst met iemand aan het daten bent, dan het liefst ga je dan gewoon... ...dat niemand je hoort, ga je gewoon weg. Mm. Maar dat kan niet. Dat, dat, maar ja, dat, dat weet je natuurlijk, maar... Wel raar als het dan echt gebeurt. Ja, ja ik kan niet verwachten dat je zo, zo weinig tijd zou hebben met elkaar, zeg maar, als in uh, het wachten en uh, niet bij elkaar mogen chillen. Mm. Maar dat is wel weer dat zieke element, dat je niet bij elkaar in huis zit. Dus ook, ja. kan er kan ook niks gebeuren. Nee, precies. Ja, ja en je bent met, met het... Ik heb ook de eerste dates elke keer gevraagd, van ben je een Ben, bij nice een Een beetje zo ondervragen. En ik weet nog dat ik na de eerste date echt al een beetje kriebels kreeg voor piepen. Echt wel een beetje... Ik dacht oké, okay. en toen weet ik nog dat ik tegen de cameraman zei van uh, als dit een F-boy is dan eet ik mijn schoen op. Ja? Ja. Ja, ik was er heilig van overtuigd dat hij een Nice Guy was. Ja, Maar hoe dan? Want je was ook heilig van overtuigd dat Luke een F-boy was. Nee, ik, nee, nee ik, was, ja, ik, ik zat heel te twijfelen. Maar ik weet dat Jenny en uh, Sarah gingen op een gegeven moment mee. Die dachten echt dat hij een F-boy was. Um, en dat is dus het probleem als je met z'n drieën in een villa zit. Dat ze ook heel groot beïnvloed door elkaar. En op ja. een gegeven moment heb ik echt wel moeten vechten voor plek Van Luc van nee, jullie gaan hem niet naar huis sturen. Ik wil eerst achterkomen wat hij is, want ik voel iets voor hem als in er is een bepaalde interesse. Terwijl hun hem al lang naar huis hadden gestuurd, als dan hun al opgelegen, ja. beide ook voor me gevochten. Maar... Ja, ja. Dat is ook gek hoor, dat je dus, want je staat eigenlijk in een hele gekke positie die je in het dagelijks leven nooit mee gaat maken. Nee. Namelijk, jij hebt een soort van de macht daarin van oké, okay, win me maar over. Ja, het was een hele fijne luxe positie. Maar aan de andere kant, op een gegeven moment kon ik ook niet slapen omdat ik. Ik was elk dingetje aan het observeren en aan het uitpluizen in mijn hoofd van wat kan een teken zijn dat hij een F-boy is? Wat kan een teken zijn dat hij een Nice Guy is? Mm. Ik werd helemaal gek van mezelf. Echt. Oh, dat is zo irritant. Ja, maar het is ook de hele wereld op dat moment. Hè? Dus ja. dat zeg ik ook altijd van met die reality-tv. Alles. Wij kijken als kijker en denken wat doe je moeilijk. Ja. Maar het is het enige waar je mee bezig kan zijn daar. Ik heb Zoveel reacties gekregen van mensen die zeiden: Van hoe kon je nou niet zien dat hij een F-boy was? Ja, dus ja dat die had ik ook. Lekker zelf zitten. Dat had ik ook bij Piebe. Ja, echt? Ja, 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 100 procent. Maar ja, echt. Maar dat is, uh, je kijkt als kijker zo anders, want er zit ook geen gevoel bij. Je zit niet in die bubbel. Ja, um, nou heb ik denk ik wel redelijk goede f boy -raden, Want ik val gewoon echt, echt niet op F-boys. Nee, nooit gedaan, het. nee. Ja, echt. Ja, 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 echt, ja. <laughs> maar. Um, ja, maar ik snap wel dat, dat, dat je daar ook... Je wil er niet van uitgaan dat iemand liegt. Nee. Dus uh, zeker als je iemand ook interessant vindt zelf... en je met, voelt je aangetrokken tot iemand... dan wil je er eigenlijk gewoon van uitgaan dat iemand hmm. goede intenties heeft. Ja, je vertrouwt iemand dat die je vertrouwen beschadigt. Ja, precies. En dat Zeggen is ook de beste ze. insteek. Maar in zo'n programma... Ja. Ja. ja, dat was echt uh, intens. Ik heb hier twee uh, behind-the-scenes momenten van jou. Ja. Kun je vertellen, zeg maar... Je hebt net een beetje verteld hoe zo'n date dan gaat, maar uh, al die tijd eromheen. Ja. ja, we hadden zeven draaidagen en dan hadden we dag acht, was een dag vrij. En dan weer zeven en dan dag acht. We werden vaak om half acht ochtends gewekt. En dan moest je de make-up in en dan moest je dat, 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 dat gekke stinkende blauwe jurkje weer aan. En dan moest je gaan quoten over wat er gebeurd was. Die dag daarvoor was er weer een eliminatie geweest of je had een date gehad. Uh, dan moest je daar weer uit, moest je weer opnieuw in de make-up... want dan had je bijvoorbeeld morning reality... dan ging je met de meiden bespreken wat er gebeurd was. Maar ja, we hadden al vijf keer besproken wat er gebeurd was natuurlijk... dus het was gewoon een herhaling van wat, er, wat we hadden besproken vijf keer. Mm -hmm. uh, maar ja, dat is natuurlijk set, set opbouwen en dat is het, het, het productiegedeelte. Yeah. En dan had je een date of je ging een challenge doen met de jongens... een danschallenge of whatever... En dan s'avonds ging je weer deze. Dus ik had vier keer de make-up, vier keer verschillende outfit aan. Op één dag? Op één dag. Oh my god. En de rijdagen waren van half acht tot tien uur s'avonds. <laughs> dus en dan, en dan wow. zeven dagen achter elkaar. Dat was en hoe lang, lang heb je intent. daar dan gezeten? Uh, vijf weken. Met wow. Met corona erbij. Wow, of dat is heel lang. Erbij. Ja, met die quarantaine. Dus vier weken opname zegt. echt. Ja. Weet je. Ja, dat is heel lang. Ja, en de, die linkerfoto daar was ik echt helemaal klaar mee, want het was een dag voordat we de persfoto's moesten schieten, moest ik in bikini. En toen had ik, ik had ook best wel darmproblemen en zo om, vanwege dat eten daar. Iedereen was daar ziek de eerste week, want daar heel veel uh, olie en shit in wordt gedaan. Mm. En ik had allemaal puistjes, dus ik om, ongesteld moest worden. Ik had allemaal, nou, ik was er helemaal klaar mee en toen dacht ik, hoe ga ik ooit morgen in bikini die persfoto's schieten? Um, dus ik dacht, leuk voor later, maak even een foto van. Yeah. Uh, maar dat was wel een stukje onzekerheid dat ik had, hoor. Dat ik dacht van, ja, uh, hmm, yeah, ik moet nu shinen. Je hebt geen tweede moment. Uh, hoe ga ik dit in godsnaam doen? Yeah. Echt heel irritant wel. Ja, yeah, um, maar het gaat daar ook... Je wordt daar ook als, als, als knappe vrouw gepresenteerd natuurlijk. Dus je yeah. voelt denk ik ook een bepaalde druk. Ja, en 24 jongens die... Ja, waar je indruk op wil roddelen. maken. Ja, ook Dan dat. Dan nou. weer van een andere jongen. Oh, die vond... Van dit of die vond dat en dan gaan ze natuurlijk ze zetten elkaar natuurlijk ja, ook ze, voor het zet... op. ja dus ze zetten ja zet maar ze zitten elkaar ook een, ook een beetje gevecht, ja hoor. echt een paar keer zijn ze wel uh, het gaat zo'n 50.000 naar zeer een zullen. soort van met elkaar half op de vuist gegaan nee joh ja. echt ja maar ja, dat is dat is uh, allemaal dingen dat dat mag natuurlijk ook niet uitgezonden worden nee want dat past niet in de ziekheid van nee. het programma natuurlijk nee maar dat is het is het is ja het zei... je moet het ook zien als dat allemaal heintjes zijn vooral de F-boys mm. ja die, die die willen wat en die uh... Ja, die dingen gebeuren gewoon. Dat is gewoon zo. Als je alle mannen in één file met elkaar zet. <laughs> ja, ja dan wat zei hij? Je. Hij zei: Ik ben blij dat ik er niet bij zat. Nee, inderdaad. Ja, gekund. En dan moest je steeds eens mensen naar huis sturen. Ja, vond je dat moeilijk? Ja. Ja, <laughs> ja de eerste aflevering. Uh... Je moet ook een tekst zeg maar, verzinnen waarom je iemand naar huis stuurt. Oké, okay, dus dat was wel je eigen input, zeg maar. Ja, nou de eerste keer had ik wel iets gezegd over van, oh Joran, die trekt soms een arrogant gezicht. Zo, dat is de eerste jongen die ik naar huis stuurde. Maar um, het moet natuurlijk een goed lopende tekst zijn. Het moet goed op beeld komen. En er moet wel een statement worden gemaakt. Want wij werden er als Powervrouwen neergezet die die F-boys een, een poepje laten ruiken, zeg maar. Hmm. Um, dus in de eerste aflevering is de tekst voor mij bedacht. Um, en toen ben ik er ook niet tegen ingegaan. Dus toen, oké. Okay. Uh, maar toen dacht ik daarna van: als ik iemand nu al. Want ik zei tegen hem letterlijk van: Joran, je mag voor mij een tandje lager zingen. Ik vind je arrogant. Bla uh, bla bla. Ik was echt zo'n fijne chick. Toen dacht ik: zo ben ik helemaal niet. Dus toen hebben we daarna ook met de meiden gezegd van: naar de productie gegaan van: kunnen wij alsjeblieft iets meer input krijgen en onze eigen tekst verzinnen of een samenwerking of iets. En zeiden dus: ja, ja, is ook goed. Inderdaad. Dus uh, wat dat betreft hebben ze dus ook geluisterd naar onze wensen. Dat was heel fijn. Nou, oh, gelukkig maar. Ja. 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 Maar de eerste aflevering uh, vriendinnen van mij ook zeiden van wauw, moest dat nou zo? Laten even de sprong maken naar het moment dat je dus erachter kwam dat Pibe een f-boy was. Ja. Hoe, hoe was dat? Nou, hoe ging dat voor de mensen die het hebben gezien? Kijk, je ziet in, in het midden zie je Piebe en Storm en die waren uh, vier, twee vierhanden op één buik, hoe zeg je dat? Tweehanden op één buik. Ja. Tweehanden op één buik. Ja, weet ik, ik ben niet. Heel slecht. Aan <laughs> uitspraken. Je weet wat ik bedoel, Ja. ja. <laughs> en uh, die zitten ook bij elkaar op de kamer. Um, en die wouden zelfs gaan samenwonen op een gegeven moment. Als in die al afgesproken in Nederland gaan samenwonen. Uh, en Jenny, die was met Storm en ik met Piebe. En toen die week ervoor kwamen, erachter dat Storm, die kreeg een schelp. Dus die moest zijn ware identiteit al een week eerder bekendmaken. En die bleek een F-boy te zijn. En toen dacht ik al stom. F-boy is een waarschijnlijk ook. Dus toen verbaasde me het op een moment zelf, die week later. Verbaasde me niet eens zozeer. Maar het blijft wel zuur. Het blijft kut. Ergens hoop je toch dat hij gewoon uh, een nice guy is. Ook wel gewoon heel eerlijk. Ook Wil ik ook gewoon geen geld verliezen. Nee. Maar Ook wil ik niet dat hij mij voorloogt. Voor, want ik had wel gevoelens voor hem. We ja. werden ook steeds sterker. Want dat over. gaat redelijk snel ook daar. Hè? Ja, we hadden ook geen mobiel voor nee. vier weken lang. Dus ja, je hebt geen afleiding, je kunt met niemand bespreken, dus ja, ja. dat gaat heel snel. Ja. Je verdrinkt dan op een gegeven moment ook denk ik in je, pff, ja. in je eigen gedachten, maar ook en emoties. Hij, ook. Ja. hij zat ook diep? Ja. Ja, dat ja. ging redelijk snel tussen jullie. Je zag ook de chemie tussen jullie twee uh, van het beeld afspatten af gewoon. Ja. Alleen je zag ook wel dat jij op een gegeven moment terughoudender werd van oh. Ja, dat was het moment dat ik hoorde dat hij F-boy was, dat ik dacht, hmm, ik wil eerst maar zien of jij echt wel echt wel zegt dat, dat je bent getransformeerd naar een nice guy. Want dat kan dus. Als iemand een F-boy is, kan hij uiteindelijk ervoor kiezen... om alsnog in die finale het geld te splitten... Op, op het moment dat hij echt gevoelens heeft voor een van de meiden. En hij zei dat hij dat had en hij zei dat hij het geld ging splitten. Maar ja, dat kan natuurlijk ook een leugen zijn. Ja. Daar probeerde ik achter te komen. Want in wezen, dat was mijn mening over de show dus. Dat ik dacht van, eigenlijk word je dus als F-boy beloond als het je lukt om een meisje zo ver te krijgen dat ze voor je kiest... Ja. maar je hebt niet zelf echt gevoelens... dan kun je dus alsnog zeggen... ik, ik deel het geld niet, ik houd zelf het geld. Ja. Ga je er gewoon vandoor met 50.000 euro. Ja, dus dan wordt eigenlijk een F-boy beloond... voor het feit dat hij iets fout doet. Ja, dat hij, ja. Dat hij hiervoor ligt. Dat is natuurlijk wel het spel. Maar ik denk dat je het ook andersom kan zien... als F-boys worden een keer in de spotlight gezet... en wij gaan ze een keer op hun plek zetten... want het wordt tijd dat dat een keer gebeurt. Ja. Wij gaan er een keer achter komen... of ze inderdaad kunnen veranderen van... Een uh, haantje de voorste van een liegende F-boy naar een nice guy. Dus dat is dan ook wel weer... Je, je geeft ze wel de kans om te veranderen. Ja. En je geeft ook hun de kans om ze op hun plek te zetten. Wat in het dagelijks leven lang niet altijd gebeurt. Want dan zijn ze er van vandoor. Ja, precies. En ze bij de andere chick ligt Ja, ze werden wel verantwoordelijk ge gesteld voor hun eigen gedrag, zeg ja. maar. Dus dat is inderdaad een mooie... Uh, mooie kant aan het programma. Het is inderdaad heel dubbel. Want ik keek er als vrouw naar dat ik dacht: van... Mm, ik weet het niet. Wat uh, dacht, jij dat, dacht jij dat hij het geld ging splitten? Met mij? Ik moet zeggen dat ik bij Pieper wel echt zoiets had van hij stelde zich op een gegeven moment ook kwetsbaar uh, op. op. Alleen hij ik zag een ook. Ja, voor zijn neus. Ja, ja, dat was niet helemaal. <laughs> Dat is, helemaal... Dat is niet helemaal handig. Nee. Toen dacht ik: Oké, okay, word jij nu de F-girl? Ik was helemaal de f girl Maar ik het snap praat. het wel, want jij zat, ook, jij zat ook heel erg met dubbele gevoelens. Van ja, ik vind hem wel heel erg leuk, maar ik weet niet of ik hem kan vertrouwen. Ja, en eerlijk. toen opeens ging hij heel erg van: ook oh, ga je nu mijn levensverhaal vertellen, dus dan moet je me wel vertrouwen. Ja. En jij had toen zoiets van: Ja, oké, okay, maar dit verandert niet in één keer zeg maar, alles. Nee, en daar was hij weer hij gekwetst. Hij stelde zich open, maar ik dacht, het kan alsnog nep zijn. Ja. Want Niklas deed dat ook elke keer. En ik vertrouwde Niklas vanaf moment één al, dacht ik, nou, nah, I don't know. En Nicholas, die ging ook over zijn moeder praten en over gevoelens van zijn ouders die gescheiden Het kan waren. ook een tactiek, tactiek zijn. Dus het kan ook een tactiek zijn. En dat is wat ik elke keer dacht bij Peebe. En hij dacht toen... Um, Oké, okay, maar dit gaat helpen. Nu vertrouw je me wel, en dat deed je eigenlijk niet gelijk. Ja. En daardoor was hij weer gekwetst. Ja, dus het ging bij ons echt. Het was echt een achtbaan van op, ja. af, op, af, kut. Dan weer goed, dan weer kut, dan weer goed. Ja. Het was echt een rollercoaster met ons twee. Doordat dat spelelementen in zat. Ja. Anders was het gewoon, denk, wat chill gelopen. Maar... Ja, nee, daar gaat het natuurlijk helemaal om. Hè? Ja. Uh, en uiteindelijk heb je dus de finale. Hoe was het moment omdat je moest kiezen tussen Mike en Piebe. Ja. En Mike was dus een nice guy. Dus daarvan wist je. En jullie hadden ook een goede klik, zo zag het eruit tenminste. Ja. Als ik voor hem kies, dan zit ik zeef, dan splitten we het geld. En dan ja. is het hem oké. Okay. En Piebe was nog steeds een... F-boy, misschien. Ja, een F-boy. Dus die kon er nog steeds met het geld vandoor gaan. Ja, dat was voor mij inderdaad echt, echt heel lastig. Want ik had 24 uur steeds gehad met uh, Piebe eerst en daarna met Mike. Uh, heel eerlijk, um, was ik ook al een beetje moe. Er is niks gebeurd met een van de jongens, maar... Uh, en we hadden wat wijntjes gedaan, dus dan was het in het nadeel van Mike... dat ik de dag daarna met Mike ging, omdat ik een beetje brak en moe was. Dus ik stond ook minder aan. Mm. Ja, zo gaan die dingen. Maar als je 24 uur met iemand doorbrengt, ga je zo diep met diegene. Je ligt bij elkaar in bed, je hebt letterlijk pillow talk, Dat is wat ik met allebei heb gedaan de hele nacht. Um, want je hebt eindelijk geen camera's op je kop. Uh, dus die band wordt opeens zo sterk met allebei... Dat ik echt nog, echt wel, echt zat te twijfelen op het laatst. Terwijl ik eerst dacht, ik ga voor Mike. Mm. Echt een paar afleveringen dacht ik, dan zit ik safe. Of die arme ik... man die hier nu naar luistert, die denkt, oh nee. Ja, het, <laughs> <alles."> <laughs> ja het was echt uh, Mike, echt shout-out naar Mike. Ik zeg, ja. schatje, ja. Ik spreek hem ook nog wel eens, echt liefheid. Uh, maar? Ja, het, ja, uiteindelijk toen... Uh, heb je voor gekozen, Piebe gekozen? Voor Piebe. Hoe was dat moment? Was je bang dat hij voor het geld zou gaan? Ja, want je moet eerst aangeven of wie je kiest en dan gaat Mike weg en dan voel je je daar echt als kut en schuldig om en dan mm. moet je een soort afscheid van hem nemen. En dan ben je nog over, maar dan weet je dus nog niet wat hij gaat doen. Dus ik was continu nog zenuwachtig van gaat hij het geld delen of gaat hij het geld uh, allemaal stelen en dan heb ik 0 euro en hij 50.000 euro. Mm. Ja. En uh, toen ging hij een hele, hele mooie speech uh, oplezen aan mij en toen zei hij op een gegeven moment een zinnetje van... Uh, Vos verleert ze streken niet. Toen ja. dacht ik, godverdomme. hoe ja. ga je het krijgen. En toen draaide het toch om. En toen heeft hij het geld gedeeld met mij. Ja. Oh, ik was zo opgelucht. Ja, ik ook. Want dat was het meest ja, spannende eigenlijk, denk ik. Het was een gekke finale. Ja, hele gekke finale. Ik vond al heel zuur voor de mensen die het niet hebben gezien. En toch willen weten. Ja, als je het niet wil weten, kip even een paar minuten vooruit. Ja. ja. Want maar, je hebt de Saar. Je had Saar, Jenny en Piebe En Saar moest als eerst kiezen wie, wie haar winnaar was. Dat was dus Niklas. De, de man uit Amsterdam met de blauwe ogen. En uh, volgens mij is ook meisje een beetje verliefd op hem geworden. Hè? Totdat hij dus bekend maakte dat hij met 5000 euro ervan doorging. Allergrootste F-boy die ik ooit heb gezien. Allergrootste F-boy... Maar hij heeft op elk moment het zo goed gespeeld. Ja. Maar hij zat er echt met het spel. Hij zat echt met het spel in zijn Hij is ingekomen in als uh, F-boy en ze uitgegaan als F-boy. Ja. Dus hij heeft het geld gewoon en dus ze heeft met 0 euro achtergelaten. Ja, echt vreselijk. Ja. En jullie hebben eigenlijk alle drie voor een F-boy gekozen, wat heel erg grappig is. Er zaten vijf F-boys in de finale en één Nice Guy. Ja. What the fuck? Ja. Hoe dus dan? Ja. Uh, nice Guy is die die staat inderdaad bovenaan. Ja. Dat ja. was de vraag van het programma. Ja. Ja. Maar goed, Storm, Storm heeft het geld ook gedeeld. was ook nog de vraag of die dat Ja, zou die vond ik nog spannender dan Piebe, inderdaad. Ja, dat dat ik echt dacht van... Geloof, uh... ja. Maar goed, het is inderdaad... Je hebt het geld gedeeld. En toen, en toen... zijn we met z'n vieren... Uh, met Piebe en uh, Storm en Jenny... Zijn wij naar Ibiza gegaan. Uh, eigenlijk was het ook voor mij een soort uitvlucht. Uh, naar de werkelijkheid. Ik kon het gewoon nog even niet aan om iedereen onder ogen te komen. Wanneer was zo dit? zo in die bubbel... Nou, ja. We zijn eerst naar OPR geweest. Toen dus liep ik bij Piebe thuis. Uh, ook met z'n allen. Ook met Saar was dat. En vrienden van haar. En uh, een paar dagen later ging ik alweer naar Ibiza. van mijn moeder ook echt aan relaxed. Wat ik heel goed begrijp. Maar ja, echt. Ik ben heel egoïstisch geweest daarin. Ik, ben echt, ik kon gewoon nog niet... Ik, ik wou gewoon in die bubbel blijven. Ik vond het heerlijk. Ik dacht ook lekker mijn mobiel thuis laten. Dat heb ik het niet gedaan. Maar wijs van spreken. En links zie je dan Piebe en mij op, uh, op Schiphol. En uh, dat vond ik wel een beetje spannend. Want... Mochten natuurlijk geen foto's van ons gemaakt worden, maar gelukkig wist nog niemand van het bestaan van het programma. Dus dat, yeah. dat ging wel. En hier zie je dan Storm en Piebe aan de rechterkant, voordat wij het eten gingen. En dat was heel leuk, het was echt een zo zo'n liefdesbubbel met, met z'n allen. En, en uh, uh, ja, toen waren er geen camera's. Je merkte dat hij ook gewoon heel liefig was. Echt zo'n liefje. Zijn, 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 zijn uh, Haantje, haantjes imago ging eraf. af, heel zorgzaam. Een beetje aanraken, gewoon, gewoon cute. Lief. Ja, toen had hij nog TikTok, uh, want ik zit veel op TikTok. Had hij nog TikTok of, uh, gedownload voor mij? Ging hij nog TikTok samen maken. En uh, sindsdien zat hij ook op TikTok. En vanaf daarna is het gegaan. Want? Nou, toen waren we in die pizza En Toen zag ik dus dat hij één meisje volgde op TikTok. En één meisje hem verder volgde, niemand, behalve mij. Toen dacht ik: oké, okay, toevallig. Dat was toen ik naast hem, be naast hem in bed lag. Toen had ik haar naam onthouden en toen een paar weken later waren we op een festival en uh, het was hij ergens anders. En toen zag ik dat meisje. ik dacht even vriendinnen met haar worden, toch? Even kijken, FBI. En uh, toen uh, zei ik wat toevallig. Volg je ook wie je bent? En zei zei, ja, ja, ik zeg oké okay, hem dan. Ja, afgelopen week met hem op date geweest. Ik dacht, nou, dat is toevallig. Want ik ben exclusief met hem. Want we hadden in Nederland, toen we in Nederland waren, hadden we afgesproken dat we exclusief waren met z'n tweeën. En. Uh, toen is zij ook wel echt heel boos geworden op, op hem. En toen heeft ze ook wel uh, het opgenomen voor ons allebei. En ik had eigenlijk zoiets van, ik hoef je niet meer te spreken. Uh, en het, ja, het is heel kut, want uh, de zin van de vos verliest de streken niet. Dus het is blijkbaar toch waar. Yeah. Ik weet niet hoe die nu is. En ik weet ook wel dat hij ook al in een bubbel zat. Kan ik ook wel begrijpen als je weer in Nederland komt, dat je dan ook weer andere afleidingen hebt. Maar had het dan eerst afgekapt met mij? Dat is gewoon hoe ik het liever had gewild. Ja, dat was uh, juist zeg, om, om te doen. Om, uh, ja. Dat, dat die, had hij moeten doen, inderdaad. Ja. Want het is inderdaad een bubbel. Um, je zit in een liefdesprogramma. Je bent alleen maar met elkaar bezig. Dat is ook het enige focuspunt wat je op dat moment hebt. Nou, ja. Ibiza, nou, jullie willen die bubbel nog even verlengen. Ja. En uh, toch kom je weer in de rea realiteit thuis. Ja. uit die bubbel. Ja. Vooral en... voor iemand die. Zichzelf ook als fboy heeft opgegeven, zou dat ook iemand zijn die denk ik ergens ook van aandacht houdt en toch wel. Hij is ook jong, hè, uh, studeert nog uh, veel aandacht van vrouwen. Uh, en dat had je daar niet. En dan heb je het opeens weer wel. ja, ja. Dan, is, dan, dan is de kans om een misstap te maken, ook alleen maar des te uh, groter als je weer in Nederland bent. Ja. En dat is helaas gebeurd en uh, ja, we spreken elkaar niet meer. Je hebt hem ook nooit meer gesproken daarna. Nee. Nee, ja, ik heb gewoon een bericht gestuurd dat ik spijt heb dat ik het geld heb gedeeld met hem. Ja. Dat ik het dan maar meer had vergund. En Charles, uh, ja. ja, ik heb er wel echt, uh, echt mee gezeten natuurlijk. Um, gelukkig ken ik hem nog niet zo lang. Mm. Uh, waardoor hij niet heel veel weggooit. Maar het is wel uh, heel vervelend hoe dat is gegaan. En uh, ja, wat doet dat met je? Nou, het doet veel meer met mijn vertrouwen. Dat is het, dat is het meer. Want ik ging natuurlijk naar F-boy Island met. Um, ik kom hier om vertrouwen in de man hopelijk terug te winnen. Want sinds dat het uit was met mijn ex, heb ik heel veel F-boys gedate. Ook hmm. heel red flags tegengekomen. Uh, mannen die zeiden: van, ben je morgen ook nog ongesteld, want anders kom ik langs. Echt, ze helemaal nergens. Oh op. my god. Hoe ver, het, hoe ver Waar het ging? trek je ze vandaan? Ja, ik weet niet. Blijkbaar heb ik zo'n zendertje op me zitten die ze zo. Hier, yeah, yeah, hier. Yeah. Ik val ook een beetje op van die gladde boys. Oh. Ja. Ja. Maar, uh, <laughs> ja, ik doe mezelf aan. Maar goed, ja, en uh, ja, het doet heel veel met mijn vertrouwen, dat is gewoon kut. Ik heb daarna ook wel weer geprobeerd te daten en zo, maar dan merk ik toch dat ik gewoon, dat, dat ik gewoon, ja, ik, ik vind het gewoon lastig, ik bang mensen vreemd gaan. Ja, ja dat snap ik naar dit. Ja. Zeker als je dus met de intentie kwam om eigenlijk je vertrouwen weer terug te winnen. Ja. Is het natuurlijk een curieuze stap om uh, aan FBoy Island mee te doen. Maar ja, je weet ook niet wat je kan verwachten. Ja. Um, en dan eigenlijk wordt je vertrouwen... Zo, krijgt zo'n boost omdat je denkt... Oh, hij, het is een ja, FBoy en het is voor me veranderd. Ja. Voor mij. Ja. En vervolgens blijkt het tegengestelde gewoon de waarheid. Ja. Ja. Ja, en, en, en Storm en Jenny zijn ook niet meer samen. Nee. Ook jammer, en Sarah had er dan nog niemand, dus uiteindelijk is er geen liefde uit ontstaan. Maar geloof je dat het op dat dat kan? Ik, ja, dat zeker programma? ja, zeker wel. Ja, zeker wel. Kijk naar Molly May en die uh, vriend. Molly May uit uh, Love Island UK is nu ja. zwanger. Ja, Heel leuk. het kan, maar ja. de kans is wel klein. Ja, want... door die bubbel. Ja. Want ja. die bubbel is wel echt, het bestaat echt, hè? Ja, zeker. Je hebt ja. het nu zelf meegemaakt. Eigenlijk zijn er daarna gewoon nog veel meer dingen gebeurd dan daar, omdat je daar in zo'n bubbel leeft. En da daarna kom je pas met de realiteit. Met vrienden van vrienden, roddels. Die gaan met die, die gaan met die. Uh, ja, er zijn gewoon, gewoon genoeg dingen gebeurd. waarvan ik denk, nou, dat vind ik agilex. Ah, dat, dat had voor mij niet gehoeven. Um, ook onderling dingen met mensen. Ja. Meen je niet? Zo? Wat een drama allemaal. Er is veel drama zo. daarna gebeurt. Ja. Dus daarna Don't was het nog zwaarder. Ja. Ja. Dus daarna was het nog erger voor jou dan? Ja, maar. de nasleep was erger. En nou dan zit ik eigenlijk, middenin. zoals jij zei, middenin. En uh, het begint nu eindelijk een beetje af te zwakken. Maar ik had voor mezelf heel mooi. Vond ik wil één keer mijn verhaal doen en één keer uh, het zeggen. En ik vond dit dan ook een heel mooi, mooie kans voor mij. En dan kan ik het daar ook wat meer afsluiten. En dan uh, hoef ik bepaalde mensen ook niet meer. ...in Mijn leven te hebben en dat is voor mij heel erg van ga. Uh, Nieuw jaren met uh, alleen maar mensen die dicht, dicht bij me staan en geen toxic mensen. En um, ja, een paar van het programma die ik nog wel soms spreek, zoals een Luke of Maurice of Mike, dus dat zijn eigenlijk alle nice guys. Ja, zie je wel. <laughs> Heb jij je lesje nou geleerd? <laughs> ja, ik, ik <laughs> moet overigens op de golden Retrievers. <laughs> ja, ik geloof mij. Ja, <laughs> doe dat alsjeblieft. <laughs> Gaat je zoveel hoofdpijn ja. schelen? Als ik op het even kijken, dan. Uh, hit me ja, <laughs> nee, maar ja. wat vervelend. Ja, want dat is dus het punt wat ik ook met En dan probeer te maken is: het is natuurlijk een programma, je geeft jezelf daarvoor op, je weet waar je je voor up maar dat weet je niet helemaal. Want um, je, kunt, je kunt niet inschatten wat je daarna gaat meemaken en hoe het gaat lopen, want je zit er. Uh, van tevoren kijk je er rationeel naar van nee, dat gaat mij niet gebeuren, want mm. allemaal redenen waarom het jou niet zou overkomen. Maar zo gaat iedereen erin. Ja. En je verdwijnt in die bubbel en er komen gevoelens bij kijken en dan heb je er geen controle meer over. Nee. En dan uh, de pijn die je daarna hebt, is wel echt. Mm. Dat is niet de reality-tv-bubbel, dan zit je echt met die pijn. En moet je ja. echt gaan dienen met de consequenties van wat, er, wat een deelname of voor effect heeft gehad op je le ja. leven. En je moet jezelf ook nog terugzien, dus je hebt ook weer onzekerheid. Ja, want dan, die, dan komt die dat soms weer. weer uh, bij... Komen kijken. Vond je dat moeilijk? Nou ja, uh, aangezien Jenny en zij gewoon slank zijn. Um... Jij bent ook gewoon slank. Ja, nou ja, maar dat zo zit het dus in mijn hoofd. Dat, dat vond ik dat contrast best wel groot. Maar um, ja, er is, het is voor mij wel een dingetje om misschien ooit nog te bespreken op therapie. Zo goed dat je dat aankaart. Um, en ik vooral heel erg trots ook. En mm. ik denk ook dat ik heel erg veel dichter ben gegroeid naar mijn familie en vrienden die ik zelf heb uitgekozen. Yeah. Uh, dus niet die voor jou worden uitgekozen om mee om te gaan. of, 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 of mee in een villa te zitten. Maar echte mensen die dicht bij me staan. die me, die me hebben gesupport vanaf het begin. Dus voordat ik meedeed hieraan. Daar ben ik er zoveel hechter mee geworden. omdat die gewoon alles voor me betekenen. En dat ik nu echt besef van. wauw, dat is ongekend mensen die ik kan vertrouwen. die bij jezelf kan zijn. die jou ja. mooi vinden zoals je bent. Ze bestaan, hè? Ze bestaan, ja. Dit zijn echt echte mensen. En daar het is heel goed dat, want dat zal dan waarschijnlijk nu de les geweest zijn die je geleerd hebt. Hè? Ja. Als je kijkt naar hoe, hoe je deelname je nu heeft beïnvloed. Want ja. je zit er nog middenin. Ja. Ik ben bezig met stapje voor stapje het verwerken. Ik zo overdreven, maar ja, het is wel zo. Het is wel het. Het zelfvertrouwen uh, verder uit, uitbouwen, zeg maar. En me echt alleen omringen met positieve mensen. Ja, hier links is dan mijn nichtje. En um, ja, ze betekent toch alles voor me. Is echt. Mijn beste vriendinnetje, maar omdat ook veel in de familie is gebeurd, mijn vader overlijden net voordat ik mm -hmm. wegging. Zij weet als familielid niet als geen ander hoe dat, hoe dat is geweest. Dus, uh, hoe was dat voor je voor, tijdens je deelname? Want dat is nogal wat om. Drie weken daarna. ja, Heel veel mensen die keken ook mij wel gek aan, of is echt achter mijn rug omgeroddeld. Aan de ene kant wil ik, ik. Ik had letterlijk nu in mijn hoofd dat ik ging zeggen: aan de ene kant snap ik het wel, maar nee, ik snap het niet. Want je moet nooit iemand oordelen. Of nee. het verhaal dat je, dat je niet precies weet. Je weet kent. het niet. Nee. Mijn vader was al anderhalf jaar ziek. Dus uh, we hebben anderhalf jaar voor hem gezorgd. Het zat er aan te komen. Dus Ik was al anderhalf jaar aan het rouwen, waardoor voor mij die stap kleiner was. En ik had al afscheid genomen. Vandaar dat ik die keuze had gemaakt, ik mezelf toch wel een soort van verantwoorden daarin. En met mijn moeder overlegd ook. Um, en ja, ik heb de eerste week een paar mental breakdowns gehad. Uh, dat ik mijn vader miste. En uh, van, ben alsjeblieft trots op me, ondanks dat het reality is. Ondanks dat het niks voor jou is. Ik ga mezelf wel laten zien hoe ik ben. En dat vond ik het belangrijkste. Ja, en is dat gelukt? Ja, ik denk het wel. Ik, ik denk het ook. Ja? Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat je gewoon over bent gekomen zoals je bent. Eigenlijk, op die eerste aflevering dan Maar het is goed ja. dat je je daarna hebt herpakt. En dat ik ja. van jezelf inzag gelijk. Van, nee, dit wil ik niet. Ja? En fijn dat je er ruimte voor hebt gekregen. Ja, wel een hele fijne psycholoog. Het was, we moesten, zeg maar, voordat we op casting kwamen ook nog met een psycholoog praten. Mm. En die ging ook mee daar naartoe. En het was zo ziek. Want ik kan dus niet huilen bij vreemden. Ik kan alleen huilen als ik alleen ben. Of kom alleen huilen. Mm. Maar ik was vijf minuten met haar aan het praten en ze deed dit en er brak iets in mij. En Toen dacht ik, wauw, maar als jij dat bij mij kan, heb ik ook wel vertrouwen in dat als je met me meegaat, dat jij mij kan supporten in het rouwen met mijn vader, ondanks dat ik meedoe aan een realityprogramma. Dus, Wat fijn. Ja, heel fijn. Die begeleiding was heel goed en wat een hele fijne chick die hier met ons woonde onze begeleidster uh, en dan kon ik ook goed mee praten over mijn vader nou oh, ja. dat is echt heel goed, ja, heel goed. dat, dat, dat uh, het zo is gedaan voor is jullie ook wel nodig geweest hoor ja dat geloof ja. ik wel en ook omdat wij natuurlijk alle drie de meiden hele andere persoonlijkheden hebben totaal ja, anders heel anders we in het begin ook echt wel wat accofietjes omdat ze wennen aan elkaar mm. uh, en dan is de psycholoog komt gewoon goed van pas altijd fijn dus je ja. komt jezelf daar wel eens tegen van mediator ook ja ja, ja. Ja, wat heb je, wat heb je over, je, je zegt ik kom mezelf tegen, hoe dan? Nou, ik merkte heel erg dat ik, uh, omdat ik vroeger zo onzeker was, had ik met mezelf afgesproken van ik ga nooit meer over me heen laten lopen. Uh, als ik het ergens niet mee eens ben, ga ik dat zeggen, op een volwassen manier. Maar dat deed ik constant, deed ik constant. Uh, als ik een akfietje had of een, of, een, of een miscommunicatie met iemand van de meiden. Um, maar eigenlijk was dat niet wie ik oprecht was op dat moment, want het liefste zou ik, zou ik mijn emotie laten zien en huilen en niet in de, in de verdediging schieten, maar gewoon mezelf zijn op dat moment. Maar ik probeerde hem heel groot te houden, dat mm. dat niet mijn ware aard was. Ze yeah. heeft me met mij echt, echt helemaal vanaf mijn jeugd er doorheen gegaan van hoe zou je willen reageren, wat, wat lucht op. Uh, je mag je best kwetsbaar opstellen, want je bent verdrietig, dan mag je dat best uiten. Yeah. En zo heeft zij mij daar heel erg in begeleid van je hoeft niet altijd sterk te zijn hoeft echt niet. Nee, nee, dat is ook zo. Ja. Oh, ik vind het echt zo goed om te horen dat jij ook een klik had met je psycholoog. Dat je er ook ja. echt wat aan hebt gehad tijdens je programma. Maar eigenlijk ook levenslessen voor ja. hierna. En daarna kon je haar ook nog benaderen. Nu zou ik haar nog kunnen appen of bellen zelfs. Echt. Wat goed. Ja. Oh, heel fijn om te horen dat daar, daar is ook verbetering in zit. Want dat is wat ik natuurlijk eigenlijk niet. wil horen. Nee. Ja. Als je dat meer willen hebben? Um, ja. Ja, absoluut. Kijk, het is dan natuurlijk nog de vraag of je um, in die tijd ook uh, het optimaal had kunnen benutten. Mm -hmm. Maar ik vind het wel heel goed dat de optie er is tegenwoordig. Ja, ja en dat is ook niet, nog niet bij elk programma. Um, en op, heel vaak is het ook op eigen initiatief, wat voor heel veel mensen ook een stap te ver is. En daarnaast ja, lezen. zelf bij een psycholoog aan te kloppen bedoel je. Ja. Yeah. Yeah. En de nasleep bij zo'n programma die begint eigenlijk pas later dan dat uh, de begeleiding stopt ja dus um, ja, als je echt weer geaard bent dan kan echt wel weken duren joh. ja Wat ik had laatst, uh, ik, uh, ik heb ook een gesprek gehad met kai van uh, x factor be brave mm -hmm. en die heeft pas na zeven jaar heeft hij pas de klap gekregen wauw dus zeven jaar de de nasleep kan zo lang duren Um, Soms heb je ook een trigger nodig, waardoor het opeens uitkomt. Of ja, maar dan moment. moet er wel begeleiding zijn, vind ik. Dus ik vind Zeker. het heel fijn dat jij in ieder geval nu de mogelijkheid hebt. Ik ja. um, dus hey, weet niet hoe lang dat kan, maar ik probeer het gewoon als het nodig is. Ja, en anders ja. Dat, dat er in ieder geval wordt uitgelegd van... stel dat er nog wat gebeurt. Um, dit zijn opties die je hebt. Ja. Of um, vrijblijvend bel ons. Weet je wel, iets in die trant. er trant. Er kan op zo'n makkelijke manier kan er zo'n verschil gemaakt worden... voor uh, ja. o, deelnemers En ik denk dat dit platform... Een perfect voorbeeld daarvan is. Ik denk dat heel veel productiebedrijven hier ook zeker naar kijken. En ook zouden moeten kijken. Wat het, wat het allemaal doet. Ja. ja, ik hoop het. Onderschat. Ik hoop het. In ieder geval heel erg goed om te horen dat er. Uh, nu in 2022, dus al hele stappen zijn gemaakt. Ja. Um, daar kan ik alleen maar toejuichen. Ja. En um, dan vind ik dat een hele mooie om ook bij af te sluiten voor nu. Ik ook. Dan gaan we nog door naar het allerlaatste deel. Oh, mijn God. Namelijk Deloos Doos. Ah! Ik heb dit niet. <laughs> ik moet het me even uitleggen. Delaarsdoos is. Um, ja, nog een doos met vragen die je kort mag beantwoorden. Oké. Okay. Oh, wow. Ik heb echt honderd. Maar... Wat is je ultieme tip voor het verbeteren van je mentale gezondheid? Hm, als ik duidelijk heb, heb je even. Nee. Ik denk de ultieme tip is... Uh, consistent elke dag aan jezelf werken. Door bepaalde dingen in je leven te integreren die bijdragen aan een goede mentale gezondheid en dan heb ik een voorbeeld van wat ik twee jaar lang elke dag heb gedaan is elke ochtend opgeschreven waar ik dankbaar voor ben wat ik voel um, gemediteerd gestretcht gewoon geen drugs meer gebruikt een jaar lang uh, minder alcohol drinken ja echt consistent jezelf als project neerzetten en gas terugnemen dus minder sociale dingen die, die me energie kosten. Um, work in progress van jezelf maken. Echt letterlijk dat, elke dag. Want het is niet even acht keer naar een psycholoog en je bent klaar. Je moet daarna ook nog aan jezelf blijven werken met de handvaten die je hebt gekregen. Dus mm. uiteindelijk moet je het zelf doen. Ja. Uiteindelijk moet je het zelf doen. Een heel goed boek, een tip, een tip die echt heeft mijn leven veranderd op het gebied van mentale gezondheid. Dus How to do the work. Uh, die heb je ook in Nederlands op dit moment. En uh, die geeft daar hele goede handvaten voor hoe je dat dan... Zelf zo kan inrichten. Oh, daar ben ik ook op benieuwd naar. Het is van uh, de Holistic Psychologist. Zij heeft meer dan 5 miljoen volgers op Instagram. Dus, uh, en ze heeft een boek geschreven. How to do the work. Ik ga hem onthouden. Ja. Is dat. dat vind ik een hele mooie. En dan heb ik voor jou nog mijn ultieme mentale gezondheidstip. Oh, dat is journalen. Nou. Dus ik heb hier een journal voor jou. Oh mijn god, wat lief. Dankjewel, schat. Alsjeblieft. Wat een mooie. Ja, dat helpt mij heel erg met uh, ja, chaos in mijn hoofd. Dat kan ik dan makkelijker op papier yeah. even, een soort van orde scheppen. Dus, um, en soms lukt het gewoon niet om te praten. En dan is het heel fijn om het gewoon wel uit je hoofd te halen door yeah. het op te schrijven. En dan heb ik nog één ander cadeautje voor jou. Oh, Namelijk van een sponsor krijg jij een versvadingsteken van Emma Sleep. Oh. Weet je wat dat doet, versvadingsteken? Nee. Het is ja, echt een soort. Teken. van een, een verzwaardingsteken, yeah? dus het is uh, die die weegt dan wat zeg maar en dat voelt letterlijk als een knuffel. Dus oh het helpt God. bijvoorbeeld als je angstig bent of als je slecht slaapt, kan het ook helpen, want het ja, het geeft je gewoon het gevoel van geborgenheid zeg maar. Oh dus, mijn God. Die krijg je nog opgestuurd. ja, Alsjeblieft. Ook oh, nou als een sponsor. Ja. En als je hart is gebroken en je slaapt ja, is niemand in bed. Dan, dan heb je een de verzwaringsteken om je gebroken kan hart te brinden. Ja. <laughs> dus die krijg je opgestuurd, want ik kon hem niet hier Snap op de Dank zetten. Dankjewel. En dan Dankjewel. wil ik je bij deze bedanken voor je open verhaal. En ik denk dat er heel veel mensen wat aan gaan hebben. ook. Dus je, je openheid wordt echt heel erg geapprecieerd. En dankjewel dat je aan mij je verhaal wou vertellen. Graag ja, gedaan. Ja, ook bedankt. Je hebt echt iets geweldigs neergezet, dus dankjewel. dan mag je trots op zijn. Super lief. ga ik je knuffel geven. Ja, leuk. Hey jongens, bedankt voor het kijken of luisteren naar deze aflevering van En dan. Hopelijk vond je het net zo interessant als ik en heb je wat bijgeleerd. Volgende week dinsdag om 4 uur s middags komt de volgende aflevering online. Dus abonneer je vast op mijn kanaal en zet je notificaties aan, zodat je niks meer mist. Stel ook alle vragen die je nog hebt in de comments en volg me ook op Instagram at om op de hoogte te blijven. Vergeet niet om te shoppen bij Emma Sleep met 10% korting op je bestelling door de code te gebruiken en dan. Tot volgende week, bye!